Welkom op deze bijzondere avond. De avond dat wij met elkaar het feest van Halloween vieren. Maar wat vieren we eigenlijk? Waarom verkleden we ons als monsters, spoken, geesten en andere engers? Heeft iemand een idee? Nou, kom op. Waar staat die taken in? Nee? Nou, ik zal een stukje verklappen. Dat komt, lieve mensen, omdat op deze avond de doden tot leven komen. Het begon allemaal bij de oude Kelten. Die vierden een paar duizend jaar geleden een feest dat ze zongen. Het was eigenlijk hun oud en nieuw. Want voor de Kelten begon met de eerste dag van de winter het nieuwe jaar. Voor de Kelten was de nacht van zon, de nacht voor het nieuwe jaar dus, een bijzondere nacht. De magische nacht. Ze geloofden dat op deze nacht de grenzen tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden opengingen. Waardoor op deze nacht alle geesten en andere engels uit het dodenrijk op aarde rondlopen. Nou, die Kelten die probeerden die geesten af te leiden met leuke dingen. Zoals lekker eten, gezellig drinken, kaarslicht, mooie muziek. Zodat de geesten hen niet zouden plagen en weer snel zouden weggaan. Nou, daar komt het dus vandaan. Dat wij ons nu met Halloween verkleden als geesten en monsters. En dat we aanbellen om ons snoep te vragen. Want weet iemand hier waarom we aanbellen en trick or treat roepen? Weet iemand dat? Ja, er is wel een heel timide publiek, ja. Een truc of je leven. Ja, dat is het wel zo'n beetje. En wat doe je dan als je geen snoep krijgt? Dan ga je plagen. Nee, dat is helemaal juist. 10 punten, hè? Hartstikke goed. Trick or treat betekent zoiets als snoep of je leven. Geef me iets lekkers of anders haal ik een enge streek of grap met je aan. We spelen zo dus eigenlijk de geesten na die duizenden jaren geleden op de nacht van Halloween de Kelten bezochten. En door de Kelten werden verwend zodat ze geen enge streken zouden uithalen en weer snel zouden vertrekken. Wisten jullie trouwens dat die Kelten ook in Waterland geweest zijn? Dat wist je wel, hè? Ja, die wist dat. Ja. Toen die straat werd opengebroken, een paar weken terug, is deze steen gevonden. Het is een bijzondere steen. Op deze steen staan muzieknoten. Oude, 2000 jaar oude Keltische muzieknoten. Mag ik hem even zien? Nou, Thomas, ik weet niet of dat heel verstandig is. Weet je dat zeker? Hier. Ik zal er maar een beetje voor zitten. Ik denk dat ik dit wel kan spelen. Willen jullie het horen? Ja! Thomas, dat lijkt me... Ik zie een beetje sterk. Weet je dit zeker, Thomas? Ik heb vasthouden, ik heb geen messen naar je. Ja? Wil je even hier komen staan? Doe het, Thomas. Jongen, dat gaat het wel goed, Thomas. Thank you.
wat ik jullie nog niet verteld, het is dat je heel erg op moet passen met wat voor muziek je speelt op Halloween. Het kan maar zo gebeuren dat die geesten met bepaalde tonen, dat je ze juist lokt. En dat ze juist willen blijven in plaats van vertrekken. Daarom waren de Kelten vroeger heel bang om geesten te lokken, omdat ze eigenlijk maar op één manier konden blijven. En weet iemand hoe? Hoe geesten konden blijven? Wat er mis kon gaan? Weet iemand dat? Ja, dat is helemaal juist. Helemaal goed. Dat verstonden jullie natuurlijk niet, maar wat er kan gebeuren is dat de geest het lichaam van een levende gaat bezitten. En dat, ja, daar ben ik natuurlijk een beetje bang voor op zo'n avond als deze. Dus je moet altijd erg oppassen met de muziek die je speelt. En daar moet je goed over nadenken. Ah, dat valt allemaal wel mee vandaag de dag. Nou, Thomas. Dat was vroeger, met de Kelten. Ja. Vandaag de dag is Halloween toch gewoon een leuk, eng feest. Zo leuk is het. Grote pompoenen. En, nou, spinnerdag. En bij spinnerdag horen natuurlijk schijnen er even bij. Grote spinnen, harige spinnen. En daar hebben we een liedje over. Very Scary Spider. Die gaan we voor u spelen. Dit gaat helemaal mis zo. Ik ben bang dat...
dat deze keer de geesten in Waterland ronddolen. Ja, dat is al een keer eerder gebeurd. Toen ik klein was, toen speelde het jeugdorkest ook zo tegen deze tijd van het jaar. En ineens ging er een heleboel raar doen. En het werden er steeds meer. Dat moeten die geesten geweest zijn. Ik weet het niet. Ik was nog een kind. Ik was nog klein. Maar wat ik wel weet is dat degenen die nog wel normaal waren, begonnen ineens een lied te spelen. En toen kwam Sint Catharina, de beschermheilige van Zuiderwoude, kwam tevoorschijn en ze begon een lied te zingen. En toen werden ze allemaal weer normaal. Dus Sint Catharina die kan die geesten wegjagen? Ja, blijkbaar. Ja, ik weet het niet. Weet je hoe het ging, dat stuk? Heb je dat nog? Nee, dat stuk heb ik niet, dat is al zo lang geleden. Maar hierboven bewaren ze alle stukken. Ja, in het archief. Zal ik even kijken? Ja, natuurlijk! Nu maar hopen dat Simon snel terug is. Dat het allemaal gaat lukken. Want anders gaat het echt goed mis. Thomas, speel iets! Doe gewoon maar!
Heel diep begraven. Ja, en ik ga dit lied helemaal opsluiten in de kluis van het dorpshuis. Ja. Dat lijkt me ook een fantastisch idee. Zullen we dat afsluiten met een leuk trick-or-treat liedje? Ja, ik vrolijks kan het alleen. Maar ik wil even wat vragen nog aan de kinderen. Ik zou willen vragen, er zijn zoveel mooie, enge spoken hier, engers. En het is leuk als de mensen dat ook allemaal nog eens een keer goed kunnen zien. Dus ik wou eigenlijk, als de muziek speelt, wilde ik vragen, de kinderen die dat willen, of ze even zo hier een mooi rondje willen lopen, een soort Halloween modeshow. En dan kan iedereen zien hoe mooi jullie zijn. En dan heb ik ook nog een prijs voor de allerengste, verschrikkelijkste die ik zie. En Simon helpt een beetje met de prijs uitreiken, ja? Ja, dus Thomas? Ja. Beetje ruimte om het niet te delen, hè? Dat wordt het niet. Jij mag beginnen. Thank you.
was het wel heel erg spannend. Ik vind het blij dat het weer goed afgelopen is. Want die rare geesten hier in het dorp, dat kunnen we toch echt niet gebruiken. Het is heel fijn, Simon, dat je de muziek nog wist te vinden. En, helemaal, en pak het goed op, hè, in de kluis boven. Ja, helemaal goed. Er zijn toch altijd weer mensen die hier toch enorm veel werk voor verricht hebben. Dus die wil ik eigenlijk wel heel even naar voren hebben. En dat is om te beginnen Fiona en Nienke. Fiona en Nienke, heel hartelijk bedankt dat jullie hebben het stuk geschreven wat Ronald voorgelezen heeft en al een beetje bedacht hoe dat allemaal in elkaar moest steken. Maar echt heel hartelijk bedankt, geweldig. Jullie krijgen een aardigheidje. Lees bij. En jullie mogen zo'n pompoen zo meteen even meenemen, maar dat is een beetje onhandig zo. Oké, heel hartelijk bedankt. Dan wil ik Ronald de verteller nu ook heel hartelijk bedanken. Heerlijk, nog een Engels gevoed worden. Wow. Simon, de redder in nood, ook heel hartelijk bedankt. Nee, zij is de redder. Zij speelt het niet. Ja, dat is zo. Maar jij hebt het gevonden. Met elkaar. Oké. Heel hartelijk bedankt, Simon. Nu wil ik Sophie even naar voren. Ook heel hartelijk dus dat die hebben dat hele spinnenbed met gevaar voor eigen leven hebben ze dat gemaakt. En in samenwerking met Elise, Maaike en Marjan hebben ze vanmiddag een heel groot gedeelte van de middag bezig geweest om het hier een beetje leuk aan te kleden. Heel hartelijk bedankt hiervoor. En als laatste wil ik toch Thomas heel hartelijk bedanken. Even. Heel hartelijk bedankt voor de algehele leiding van dit hele gebeuren. Het is voor de jeugden en voor de opleidingsorkesten van Zuiderwoude, Randdorp en Van Marken natuurlijk ontzettend leuk om met elkaar wat samen te doen. En dan en een heel leuk resultaat is geworden. Heel hartelijk bedankt. Kees, heel hartelijk bedanken. Het was top, Kees, met het geluid. Geweldig. En nog even, toch een hele laatste mededeling. Want ja, dat is natuurlijk altijd het financiële gebeuren. Er staat op de bar een bus als jullie denken van nou.